Hey, fijn dat je kijkt. In deze video beantwoord ik een van de vragen die gesteld werden tijdens mijn wekelijkse live Q&A sessies die ik op random, willekeurige momenten organiseer om e-commerce ondernemers verder te helpen. Wil je weten wanneer ik live ga? Abonneer dan op mijn YouTube kanaal, maar wil je nog meer waarde ontvangen? Schrijf je dan in voor mijn wekelijkse gratis nieuwsbrief, waarbij je één keer per week van mij een hoogtepunt krijgt toegestuurd van een van onze exclusieve betaalde e-commerce trainingen. Veel kijkplezier. Jij vraagt, wat is een belangrijke les die je beginnende bolverkopers wilt meegeven? Och, daar zijn zoveel dingen. Maar ik denk een paar dingen wat me nu te binnen schieten. Dat hoeven niet de belangrijkste lessen te zijn, maar het is gewoon puur wat me nu te binnen schiet. En dus een voorbeeld wat ik zojuist ook meegaf, is dat je echt niet moet kijken naar wat anderen presteren, hoe anderen het doen. Want elke situatie is anders. Kijk puur naar jezelf, hoe je wilt groeien, waar je van kan leren. En stel dus echt doelen voor jezelf op. En het heeft geen zin om jezelf te vergelijken met anderen. Want je weet niet wat de situatie is van die persoon. Dus als ik eentje moet noemen, let op jezelf. Groei, blijf leren. En nooit denken dat je genoeg weet. Nooit denken dat je alles weet. Altijd de student blijven.